Vierde zondag van Pasen, Roepingenzondag. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl ze hem volgen, omdat ze zijn stem kennen. Hun vreemde echter zullen zij niet volgen. Integendeel, ze zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van vreemden niet kennen. Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar ze begrepen niet wat hij hun wilde zeggen. Een andere keer zei Jezus tot hen: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur van de schapen. Alle die voor mij zijn gekomen zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnengaat, zal hij worden gered. Hij zal in en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Het spant erom in onze landelijke politiek, een politieke crisis in een tijd waarin het land eigenlijk helemaal geen crisissen kan gebruiken. We hebben eigenlijk, zeker in dit deel van het jaar rond de oude voormalige Koninginnedag en over een week 4 en 5 mei, behoefte aan saamhorigheid, verbondenheid, vrede. En elke dag dat er niks gedaan wordt, lijden mensen er schade van. Daarom is het belangrijk dat er goede leiders zijn. Mensen die kunnen overbruggen en verbinden. Mensen die opkomen voor alle groepen. Vooral zij die het meest te lijden hebben. Ze zouden eigenlijk meer mogen lijken op de goede herder waarmee Jezus zichzelf vergelijkt in het evangelie van deze zondag. Een goede herder die zijn hele leven inzet voor zijn schaapjes. Niet een huurling die bij de eerste de beste moeilijkheid wegloopt en de schaapjes in de steek laat als er gevaar dreigt. Jezus is een goede herder die zijn leven geeft voor zijn kudde. Dat zagen we een paar weken geleden in de Goede Week, bijzonder op Goede Vrijdag. Zijn lijden en sterven, maar ook het verrijzen. Jezus is er voor hen die ook op dit moment lijden, ziek zijn, kwetsbaar zijn, uitgestoten worden, vreemdeling zijn. En nog bijzonderder, hij is iemand die zijn schapen bij name kent. U en mij. En Jezus gaat nog verder. Ook zijn Vader, God zelf, is als een goede herder. En een goede herder is als een vader. Vader en herder, allebei beelden van barmhartigheid, bezorgdheid, saamhorigheid. Natuurlijk moet een goede herder, een vader, ook wel eens moeilijke beslissingen nemen, maar die zijn nooit gericht op eigen gewin of het uitsluiten van kinderen. En zulke herders, zulke mensen hebben wij hard nodig in ons land rond 4 en 5 mei en Koningsdag. En zulke mensen hebben we brood nodig in onze kerk, in onze parochies, in geloofgemeenschap. Mensen met een open hart en visie, waarin de liefde voor de boodschap van de goede herder en van de vader, bij wie mensen hun hart kunnen uitstorten en bij wie ze aan kunnen kloppen. En Jezus bouwt op zulke mensen, bijzonder zij die geroepen worden om dit uit te dragen. Mannen en vrouwen die natuurlijk ook wel eens twijfelen en het nooit helemaal zeker weten. Zoals bijvoorbeeld Petrus, maar die twijfelend en zoekend de eerste herder van de kudde wordt. Of zoals Thomas, de andere leerling van Jezus, die in het begin moeilijk kon geloven, maar het eerste de geloofsgetuigenis bad, dat hij van de doden is opgestaan. Zulke herders mogen ook opstaan voor ons land, voor onze kerk, maar vooral willen we erom blijven bidden, in saamhorigheid, verbondenheid en vertrouwen. Herders die de kudde doen groeien in kwaliteit en hopelijk weer in aantal. Want het daagt uit om het net zo te doen als de goede herder, als een vader. Amen.